Dat is natuurlijk een droom voor ieder voetballer dat je in de Champions League mag spelen. De landskampioen presenteerde woensdag 3 nieuwe verdedigende aanwinsten op de hertgang. Viergever van Ajax, Angelino, Manchester City en Dumfries, Heerenveen. Maar de echte nieuwe aanwinst, of eigenlijk oude bekende, Mark van Bommel, hier op Archiefbeeld in gesprek met Nieuwsport, staat donderdag voor het eerst voor de selectie. De nieuwe trainer van PSV was nog actief op het WK in Rusland, maar is nu klaar voor zijn nieuwe klus. Ken je hem eigenlijk, persoonlijk? Nee, ik heb tegen gevoetbald nog. Dat wel. Toevallig een hand geschud alleen en een klein kort praatje gemaakt van het einde van het seizoen, zeg maar. En voor de rest gaan we gewoon leren kennen. En, zin in? Ja, zeker, tuurlijk. Ja, ook mooi. Ook mooi natuurlijk dat de nieuwe trainer, jonge trainer denk ik in het vak. En dat is wel mooi voor het team. Nou, ik denk dat ik daar ook hoop van op kan steken van hoe Van Bommel alles beleefd heb en hoe die alles gaat doen. Dus zin om gewoon iedereen te leren kennen en te ondervinden hoe het hier gaat. Het zal lastig worden om smaak maken van vorig seizoen en Mexicaans basisspeler Irving Lozano te behouden voor PSV. Barcelona heeft mogelijk interesse in de aanvaller. Deze spits, Luc de Jong, blijft vooralsnog gewoon bij de club. Nou, ik voel me wel thuis hier. Maar talentvolle rechtsback. PSV is natuurlijk gek op rechtsbacken die ook de acties kunnen maken langs de zijlijn. Dus ik neem aan dat daar meteen met jou over gesproken is. Ze weten natuurlijk wat voor type ik ben en ik vond zelf ook wel dat ik hier zou passen. Ja. En daarvoor ben ik gewoon heel blij dat ik hier ben en gewoon mijn lijn doortrekken, zeg maar. Grootste verschil tussen Amsterdam en Eindhoven? De bitterballen. De plek in het land, denk ik. Het is hier gewoon net zoals bij Ajax. Het is een grote club in Nederland. Er is media-aandacht. Er zijn zat supporters die vandaag ook zijn komen kijken. De faciliteiten zijn goed. Alles is gewoon top, zoals bij een topploeg hoort in Nederland.